We komen aan dadelijk, binnen enkele seconden in Saint Al... Wow, hobbeltje! Oh my god! Oh my god! Let's go! Vroom vroom! In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Kruip maar in mijn wagen, ik neem je overal naartoe. Hou je af en toe goed vast, want ik ben nog lang niet moe. Let's go, vrachtwagenchauffeur! Ik ben nu adviseur, met een goed humeur, Vincent chauffeur, yeah! Welkom dames en heren bij een gloednieuwe aflevering van Euro Truck Simulator. We spelen weer online met Lars samen. Hallo Lars. Woep, woep. Ja, we spelen lekker Euro Truck Lars, 2. Even serieus, jouw personage zit in mijn linker... Ja, wat is een spiegel? Echt? Heel droog. Ja. Jouw kop. Nou ja. Oh. En ik heb een hele bijzondere toeter vandaag geïnstalleerd. We gaan hem later even horen op de weg. Ik zal eerst op de M klikken, want dan laten we zien waar we naartoe gaan. We gaan van Dijon gaan we naar, ik hoop dat ik het goed zeg, Saint-Alban-du-Rhône. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, dat gekke plekje. Een heel gekke lange naam. We moeten nog 2 plaatsen in Frankrijk. Dan hebben we alles onderzocht. En dan gaan we in principe gewoon naar andere landen. En hebben we gewoon heel veel afleveringen in Frankrijk gespeeld. En we zijn hier natuurlijk met onze snelle auto. Ja, heerlijk, ik heb zelfs mijn zwaailichtjes meegenomen. Echt waar? Oh, je bent een pilot. Ja, wagen, ik ben een pilot, ja. Laat eens even zien aan ons. Wacht. Dus, ja, ik zal even voorkomen rijden. Nu mag het ook met zwaailichtjes. Mag gewoon lekker harder rijden en zo. Ja, want jij moet mij begeleiden, een soort van, hè? Ja, is nou, goed. Dan ram ik tegen iedereen die tegen jou aan ramt. Ik ga het toetertje even doen, ja? Ja. Oké, ben je er klaar voor? Ja. Daar komt hij. Ja, nou, dat is een leuke, toch? Ik vind het leuk. En als het goed is, wordt Lars hem ook heel goed. Dat is een nieuwe DLC. Ja, een nieuwe DLC, ja. Ja, die kunnen alleen wij kopen en installeren. Ja, en als er iemand denkt, oh, daar komen ze. Jakko! Hartstikke gezellig. Dat maakt ze toeter ook terug. We hebben nog een geluidje, maar die horen we later nog wel eventjes. We gaan hier naar rechts. Oh, je moet eigenlijk een geluidje installeren voor knipper rechts en dan uitzetten. En dan... Dat zou zo mooi zijn. Oh! Jakko! Hij toeterde. Ja, ik hoorde het. Nou, we gaan in ieder geval rechtdoor en we gaan naar het plaatje. Het is ongeveer 4 uur en 22 minuten rijden vanaf de plek waar we nu zijn. En Lars, is er al iets opgevallen? Dat we straks weer tol moeten betalen. Ja, nee, dat sowieso. Maar het is natuurlijk weer... Avond, ja, avond, het is zoals macht. Gewoonlijk. Oeh. Het is nooit meer overdag. En dan zegt Lars in één keer van, joh, zullen we opnemen? Ik zeg, ja, perfect. Nee. 5% schade. 17. Goh, ik let ook gewoon helemaal niet op. Jeetje. Nou, daar gaan we weer. Ik ben nog zo mijn zwaailicht aan, hè. Echt, ik denk, ah, dan gaat die misschien wel open. Maar nee, hoor. Nee, dat zolang die Frans, joh, zolang je geen tol betaalt, blijft je gewoon hard dicht. En die soort van paaltjes die naar beneden gaan, die zijn gemaakt van hard ijzer. Want je kan er gewoon nooit doorheen. Normaal zijn die voor me van hout, geloof ik. Maar ja, dit is gewoon onbreekbaar, die dingen. Nou ja, zeker ik heb 17% schade. Dus dat is op zich... Ah, kan wel. Ja, het kan wel. Oh. Ja, nee, gaat goed. Nou, en dames en heren, voor de mensen die nieuw zijn met deze serie... Je zal denken van Vincent... Je hebt het over een vrachtwagen, in de titel staat vrachtwagen... En waarom zit je allebei in een auto met zwaailichten en een hele vreemde toeter? Nou, dat komt eigenlijk omdat wij met een auto veel sneller kunnen rijden. En in de online modus is het mogelijk om dus met een auto te gaan rijden. Oh! 13%! Oh nee! Ik ben op zijn kop, Lars. Jij ook? Oh mijn god, die zit naast me! Nou, wat gaan we doen? Ja, we moeten nu maar weer terug naar die garage. Maar weer. En we hebben gewoon geen keuze. Waarschijnlijk moeten we helemaal opnieuw, hè? Denk ik. Nou ja. Weet je wat we doen? Dan zeggen we tegen de kijkers van, joh, het is YouTube. We maken er gewoon iets flitsend van. En zodra ik met mijn vingers knip, dan gaan we gewoon naar die plek. Oh ja? Ja, dan moet ik natuurlijk wel met mijn vingers gaan knippen, anders heeft geen nut. Ja. En dan vragen mensen zich af, wanneer ga je dat dan doen? Nou, aan het eind van de video. Aan het eind van de video, ja. Nee, natuurlijk doen we doen het wel even, joh. Vind je niet? Daar komt-ie. Ja, ik weet niet waar we zijn nu. Ik weet waar het ook niet. Oh, waar zijn we? Kijk, we zijn weer bij het begin. Ja, we gaan het doen. Let maar op.
Ah, daar zijn we dan. Daar zijn we weer. Het was gezellig, maar weer, dit hoor. Is de bocht des doods, om het zo te noemen. Dit was die verschrikkelijke bocht, geloof ik. En we gaan nu helemaal veilig doorheen. Welkom terug, mensen. Hopelijk hebben jullie niet te lang gewacht. Ja, ik denk dat wij langer hebben gewacht dan jullie. Echt, hè? Nou ja, het is de moeite waard. Het is allemaal de moeite waard. Het is nog steeds nacht. Dus ja, ik kan er niks aan doen. Nee, ik ook niet. Ja, nee. Dat kunnen we ook doen. Dat we even in ons vinger knippen en dan... Oh mijn god, nee. Wat? Nee, er gebeurt niks. Ik heb Nee, er is niks aan de hand. We gaan gewoon door. Oké. Nou, daar rij ik even door, hoor. Ja. We kunnen ook... Wat denk je wat er aan de hand was dan? Nee, niks, denk ik. Oké. Nou ja, mijn auto doet het nog, dus er is toch niks voor de niks rest. Niks aan de hand, joh. Nee, joh. Nou, we gaan verder en we komen dadelijk langs allerlei plaatsen, maar we gaan vooral even naar een bepaalde plaats. En die heet dus Saint du... nog wat. Ja, zoiets. Ik weet het iets niet in meer. Die richting. Ja. Als je het weet, zet het maar in de reacties. Ja, nou waarschijnlijk hebben ze het hoe je het uit moet spreken. Ja, maar hoe kan je dat typen? Nou, gewoon zoals je het zegt. Ik zag het de vorige keer ook hoor, dat iemand zei hoe je dat... waar we daarnet waren, stadje. Dion. Hoe je dat uit moest spreken, ja. Ja, en dan doen ze allemaal van die apostrofjes en die uitroeptekens en dingetjes erdoorheen. En dan lezen we het voor en dan weten we nog niet hoe we moeten uitspreken. Ja. Even kijken hoor. We hebben weer een Tolly. Ja, kijk, hoppa. Hadden we weer een gamepje van kunnen kopen. Echt? Hoeveel is het weer veel? Ja. Natuurlijk, ja. Ik vind het van wel hoor. €53. En we hebben best wel een eindje gereden. Maar ik denk dat in de game is het natuurlijk allemaal anders dan in het echt. Dus ik denk wat wij nu rijden, dit stukje al. Dat is in het echt al misschien 3 of 4 keer langer. Ik zeg maar ja, wat, dat is hè? Waar. Dat is waar. Dus, ja, dus misschien klopt het dan wel met dit de joch? Echt, hè? Ik doe geef het dan even. Je richting aanwijzer aan. Jakko! Ik weet niet of hij heeft die begrepen, denk je? Ja, hij is aan de kant. Ik denk gegaan. Het wel. Dit moet wel. En dan doen we natuurlijk even de lichten en dan zeggen we... Oh, dat duurde even. Ja, dat duurde even. Ja, ik hield hem even ingedrukt. Ja, hij doet het weer. Ja, die lampies. Ja, nou, mijn hele auto. Maar we gaan verder. Stroboscopie, disco. Oh, ja, dikke disco. Ja, af en toe dan valt mijn auto gewoon lekker uit. Oh, zo, je neemt die binnenbocht. Strak hoor, Lars. Ja, heel gewoon strak. Even, hoppa. Komt u? Oh nee, er komt weer zo'n bocht aan. Ja. Maar we komen wel langs het eerste plaatje. Lyon. Ik denk dat je wel Lyon zegt. Lyon. Maar ik denk dat je de N niet uitspreekt. Dus Lyon. Lyon. Ja, Lyon. En dan met je neus dicht, hè. Lyon. Ja, Lyon. Lyon. SpongeBob. Octo woont daar. Oh, mijn motor doet het weer. Af en toe valt hij uit. Maar ik heb het gevoel dat hij dadelijk gewoon ermee kapt. Dat hij zegt van, joh, met 74% schade kan je 74%? Niet verder... kan je niet verder mee rijden. Of wacht, we komen langs een garage. Ja? Ja. We moeten er ook echt langs. Ja, dat moeten we even doen, want... Ik denk dat mijn motor echt dadelijk niet meer open... Remmen. Ja, ik doe mijn remmen. Best. Remmen. Ja, op de motor, hè. Yes. Op de handrem. Ja, nee, het gaat wel goed. Oh, nee. Ja, doe rustig, hè. Ja, rustig. Ik doe rustig. Ik heb niet voor de rest gebots meer, dus dat scheelt. Dat scheelt, ja. Oké, hier, oh. Oh, je link ben ik nog niet geweest. Wel. Oh, jeetje. Hi, iedereen. Ook even schade. Zo. Ja, heb je veel schade? Niet zoveel als mij, 7%. Dat weet ik zeker. Nee, dat kan niet. Ja, ik kan hem nog even aan Goort rijden hoor, dat doe ik wel even. Ja? Ik wacht wel even tot jij er bent, want dat is dan mooier. Ja, tuurlijk. Kan iedereen meekijken. Ja, sowieso. Ja. Kijk, ik kom maar aan en dat kan je misschien horen. Oké. Kijk, ben je er klaar voor? Waar moet ik let kijken? Let op, gewoon voor je. Kijk maar voor ja, je. Is goed, ja. Is goed. Daar gaan we. 1, 2. Hop. Ik heb geen schade. Hè? Huh? Geen schade? Nee. Nou, als het wacht, goed dan ga ik het even nog een keertje proberen. Ik repareer even mijn truckie. Moment. Ja, ik moet het ook doen. 6.000, zo. Ja, dat is duur, hè? Ja, dat is veel te veel geld. Daar heb je wel meer games voor dan alleen maar die tol? Ja, dan heb je gewoon heel... Pats. Ja, nu wel. 34. Kijk, dat is mooi. Nou, fictie shit. Ja. En dan gaan we gelijk door naar de volgende plek. Ik had hier gewoon een Switch van kunnen kopen, joh. Echt? Oh ja, er zijn al meerdere, denk ik. Oh, er komt weer iemand. Oh, echt veel meer. Kijk, heel veel. Oh, nog meer. Jeetje, kijk eens even. Hallo. Ja, dit zijn er veel, Flipsy. Oh, dat is al één groep is dit, joh. Ja, dit is één hele groep.
Nou, ik heb genoeg iedereen begroet. En wij gaan in ieder geval door naar het ene laatste plaatje. En voor jou toch ook, Lars? Jij moet ook nog twee plekjes Ja, want we hebben gelijk volgens mij, hè? Ja. Ik had stiekem even gespeeld, terwijl Lars niet had gespeeld. En toen op een gegeven moment zei ik tegen Lars, hoeveel plaatsen moet jij nog? Hij zegt, ik moet er twee. Ik zeg, wat toevallig, ik moet er ook twee. Maar we moeten niet allebei dezelfde plaatsen. Eén plaats wel. Oh, hallo. Jakko. Gezellig. Tralalalala. Jakko. Ja, gezellig. Ik vind het leuk. Ja, maar leuk als die mensen voorbij komen. Dat heeft wel iets. Lars, ben ik jou nou aan het inhalen of rij ik gewoon te snel? Mij aan het inhalen? Ja, ik zie jou niet op de map. Nee, maar ik zie jou wel hoor, dus komt goed. Ik had de afslag moeten nemen, dat deed ik dus niet. Ja, je moet die afslag wel even... Maar je gaat nou toch niet weer zo tegen de richting inrijden. Nee, maar we kunnen verder, je kan rechtdoor. Als jij mij volgt... Ja, dat doe ik niet. Ik heb die afslag nu al genomen. Maar volgens mij komen we elkaar weer tegen. Wacht je even op mij? Nee, rij jij dan door? Dan wachten we gewoon bij het eindpunt. Ja, maar dat is ongezellig. Laat je me mentaal steunen. Ja, ik ben nu al zo ver. Ik ben al zo ver in het bos. Ja, volgens mij... Oh, en ga je in een bos? Nou, ik ga hier wel weer de tol. Er zit weer zo'n bos aan de zijkant. Ik heb lekker tol hier. Jij geen tol? Nee, ik heb geen tol, hoor. Oh my god. Waarschijnlijk als ik jouw route nam, had ik gewoon heel veel geld bespaard, zeg maar. Hoeveel heb je betaald nu? Ik heb nog niets betaald, maar dus begin met een tol. En dadelijk dan krijg ik in één keer een... Ja, misschien dat je dat straks wel hebt, hoor. Dat als je er vanaf gaat, dat je dan weer tol moet betalen. Dat zou kunnen, ja. Hoe lang duurt het nog voordat je er bent? Bij mij nog maar 1 uur en 14 minuten. Hè? Bij mij 18 minuten. Oh, dan heb ik echt een shortcut genomen. Dan heb jij echt een dikke om genomen. Echt hoor. Ja, maar ik geniet even van de omgeving, hè. We moeten Het is wel mooi maken. Hoor. Maar het is weer avond, hè. Ja, zie je weer helemaal niks. Je ziet weer donkere bladeren, donkere bomen, donkere luchten, donkere kerken, donkere gebouwen. Alles is donker. Donkere wegen. Echt hoor. En ook weer een tol betalen waar we weer 2 games hebben van kunnen kopen. Nou, dan gaan we. Hoeveel zal het zijn? 50 euro? 15? Denk ik. Oh, dat is een tweedans game. Ik vraag me nog af, hè. Ja? Is het... Oh, jeetje, hobbels. Oké, het gaat goed. In Nederland zouden er dan bij ons allemaal lantaarnpalen staan in dit spel. Want Nederland heeft wel eigenlijk gewoon heel veel lantaarnpalen. Dat zie je eigenlijk voor de rest bijna nergens. Ja, dat zou kunnen. Ja, vorige keer ging ik wel auto rijden in het echt. En toen was er een plekje en daar waren de lantaarnpalen een keer uit. En dat zie je ook niet vaak. Maar dat was nog best creepy. Dat is meestal dan, hè? Later op de avond of zo. Ja. Dan zet ze het weer uit. Als er bepaalde lantaarnpalen niet aanstaan, zoals ik nu ook in de game ben. Dan is dat gewoon heel, toch een beetje creepy rijden. Dan zou je eigenlijk licht... Ik heb het een keertje. En dan op een gegeven moment. Sorry, ik moest mijn grote licht even laten zien, dus op deze manier. En dan op een gegeven moment, als je dat hebt gedaan, zo. Dan krijg je dus. Dan heb ik dat. Sorry, ja, ga door. Nee, ik was toen. Nou, ik was op vakantie in Zweden. Ja. En toen dacht ik, nou, ik ga even een keertje met mijn vader. Ga ik gewoon. In de avond. En toen, even rijden in de avond. Maar dan. Daar staan ook helemaal geen lantaarnpalen. Dus dat was ook al heel apart, want ja, je moet dan wel opletten of er auto's aankomen of niet en weet ik veel wat. Ja. Maar we hadden zeg maar dat er zo'n hert of wat dan ook de weg in één keer overstak. Wat, zei je, Samson een hert? Ja. Maar dan schrik je je ook kapot hoor, als er geen lantaarnpalen zijn, want dan zie je het alleen die paar meters voor je dat je kan zien met je lampaan. En die oogjes, hè? Die oogjes van dat beest? Ja. Nou, ik ben in ieder geval in het plaatje en ik denk dat we dadelijk dan een soort van Steam balkje krijgen van... Je hebt zoveel procent voltooid van de achievement en jij gaat er natuurlijk gewoon voor. Hè? Dat staat er niet bij, maar zo'n gevoel heb ik dan. We komen aan dadelijk, binnen enkele seconden in al... Wow, hobbeltje! Oh my god! Oh my god! Ja, die hobbels! Lars? Heb je schade? Ik lig gewoon op z'n kop door een hobbeltje. Ik weet niet hoe ik dit deed, maar mijn auto ging naar voren... En het was echt heel kort. Dat meen je niet, hè? Wat nou als ik even naar je toe kom? Zal ik proberen tegen je aan te gaan rijden? Ja, het zou natuurlijk al heel spannend zijn. Zullen we het proberen? Ja, doe dat maar. Weet je waar ik ben? Ja, ik zie je hier al. Oh ja, oké. Hallo Lars. Zal ik het even zachtjes proberen? Ja, maar dit ziet er heel creepy uit, Lars. Ik kijk de andere kant op. Ik wil het niet zien. Ik vind het heel creepy. Hoi. Hallo Lars. Tot nu toe gebeurt er niet echt wat.
Oké, okay, probeer het nog eens. Oké, ik ga proberen tegen je achterkant aan te rijden. Ja, is goed. Ik ga het vanaf de bovenkant zien. Het lijkt een beetje op GTA 2 nu. Nee, ik denk niet dat het lukt. Nee, dit gaat nooit lukken. Maar hoe ver moet je dan weer weg? Dat weet ik niet. 2 uur en 40 minuten. Nee. Dan gaan we weer naar Lyon. Nee. Jij bent daar nu, hè? Oh. Ik kom er weer aan, joh. Komt goed. Nee, ik kom er niet aan toe. Maar dat doen we weer in de vingerknip. Let maar op. Oh, nee, maar ja, nee, ik ben er nu. In Lyon. Ja. Nou, dan rijden we samen terug, maar we zijn in de vingerknip in Saint-Albal-du-Rhône. Zo, zeg ik dat goed? Ik weet het niet. We zijn er bijna, maar dit moesten we gewoon even filmen, want dit is het weggetje wat Lars eerst had genomen toen ik zo eigenwijs was om die afslag niet te nemen. En dik een uur heb omgereden. Ja. Maar leuk die bossen zeg, heb ik ook weer nieuw land verkend en we gaan hier naar rechts. Oh, sorry. En kijk uit voor het heuveltje. Oh nee, dat was niet het heuveltje, maar... ja, oké, okay. Heel erg opletten, want deze weg is gevaarlijk. Er staat ook nergens bordjes, of ik heb er overheen gelezen, kijk uit Lars, want je kan gewoon op zijn kop... Nee, hier kan het nog, hier kan je nog. Oh, oké. Okay. Ja, ik vertrouw. Alleen straks, als je naar links gaat... Ja, dat was hem. Oh, verschrikkelijk. Dan moet je uitkijken. Echt verschrikkelijk. Oké, okay. We gaan hier heel rustig naar links. Oh! Oh, je botst of niet? Nee, dat was bijna tegen de boom aan. Maar... Oh, oké. Okay. Nog goed. Ja, er staan wel bordjes, maar het staat er echt gewoon recht voor, zeg maar. Je hebt gewoon geen tijd meer om... Oh, 30, ja, ik zie het. 30... snelheid mag 30, dus dit is de snelheid die je moet... Kijk, maar dit, zelfs met 30 gaat het nog echt heel raar. Wat zijn dit voor heuveltjes? Ja, dit zijn rare hobbels, hè? Zo moet je er overheen. Nou, dat is gewoon met 10 km per uur. Ja, Saint-Albal-du-Rhône hebben we nu ontdekt. En ik zie nog geen achievement schermpje, want zoveel. Dat is vervelend, want telt deze plaats dan wel mee als een officiële plek in Frankrijk? Dat vraag ik me nu af. Dat denk ik dan dus niet. Nee, dus dat betekent dat ik nog altijd 2 plaatsen moet verkennen. En ik weet dan misschien welke dat zijn. Ik ga zo even kijken op de map. We gaan eerst even dit verkennen, want hier is ook geen garage in de buurt. Dus we moeten eigenlijk ook gelijk doorgaan naar een andere plaats. En dan vrees ik dat we de aflevering moeten afsluiten als we daar naartoe rijden. Want anders wordt de aflevering te lang, denk ik. Ja. En mensen willen ook geen dieren kijken. We kunnen hem ook hier even afsluiten. Ja, dat kan ook. En dan gaan wij... Oh nee, dan gaan we eerst nog even kijken waar wij... Ja, we gaan eerst nog even kijken waar... Ja, dat is leuk. Okay. Kijken waar we heen gaan. We moeten dus... Nou ja, eigenlijk... Wij gaan samen nog... Ik zie 2 plaatsen. Dat is Roscoff. Dat is helemaal bovenaan bij de kust, zeg maar. Wacht, waar? Roscoff, dat is bovenaan. Naast Brest. Helemaal links bovenin. Ja. En ik moet heb ook jij die nog... nog niet? Nee, die heb ik nog niet. En ik heb ook nog Sivoux. Of Sivoux. Dat ligt een beetje in het midden, aan de rechterkant van La Rochelle, aan de kust ook. Ja, aan de linkerkant. Bij mij zijn het andere. Oh jee. Want ik heb die Sivoux of zo, die heb ik al wel. Alleen ik heb dat Rennes heb ik nog niet. Oh. En Reims heb ik nog niet. Nou, dan denk ik, wij gaan gewoon een special doen. We gaan gewoon van Sivoux, gaan we door naar Rennes. En dan gaan we daarna door naar Roscoff. En dat wordt dan een finale aflevering. Oh, maar daar dan, al, ja. Dat is finale van Frankrijk. Dan hebben we gewoon alles gehad. Zullen we dat doen? Dat is wel tof. Dus dan weten jullie dat voor de volgende keer. De aflevering wordt langer. En wij gaan in ieder geval van Sivoux naar René. En dan naar Roscoff. Dus het wordt een route van 19 uur. En een ritafstand van 1189 kilometer. Dus nee, daar valt mee, joh. Nee. Maar we gaan niet knippen met onze vingers. Dus... het wordt een intense aflevering, maar ik hoop dat jullie hem gaan kijken. Weten. Laat vooral een duimpje achter. Bedankt Lars voor het meedoen. Tralalala. En bedankt Samson en tot de volgende keer. Doei doei. Anjie. Hoi, salut, hè. Allee, ze kunnen ook abonneren en Lars in het midden, onder in het scherm. Hè. Of een like geven. Of een like. Ze kunnen liken. Ja, zeg. We praten Vlaams, maar we zitten in Frankrijk. Vlaams. Ja.